Er zijn zo van die dingen waar je helemaal niet zo bij stilstaat. De bodem van de dressuurpiste bijvoorbeeld. Een goed geprepareerde bodem is namelijk van groot belang. Yves, wat gaan we doen? We gaan even de pistes klaarmaken voor de volgende rubriek. En hoe vaak moet je dat doen? Meestal na een combinatie of 8. Dan is het nog niet echt nodig, maar dan willen ze gewoon weer dat de baan gladjes erbij ligt. Voor springpaden is een hardere ondergrond nodig om goed te kunnen afzetten. Voor dressuurpaden juist weer een zachtere ondergrond. Dressuurruiters die hebben liever wat losser en de springruiters wat vaster. Omdat je dan een mooiere afzet hebt en dat het fijner is als een paard zo ver er doorheen zakt. En dan nog moet afzetten over 1,60, dat wordt hem niet. Dus, ja. Hoe doe je dat dan? Meestal doen we met water en met verschillende soorten slepen. Kijk, dit is nu een plaatsleep die drukt het aan. En dan voor dressuur hebben we zo'n klein trekkertje met een kettingsleep waar ik mee rondrace. En dan wordt hij mooi los van. Nu heb je natuurlijk heel veel verschillende soorten zand. Maar waar bestaat dit zand nu eigenlijk uit? Het zand bestaat uit is een soort gemalen wegendoek. En daar zit ook nog voor de stevigheid een fiber doorheen. Voor het zand mooi compact te houden en veerkracht te geven dat de paarden lekker lopen. En heb je enig idee hoeveel kuub hierin ligt? In dit bakje ligt niet zoveel, maar alles bij elkaar kan wel 1000 kuub liggen. En voor deze paradepaardjes is de bodem toch net iets te zacht. Dus volgende keer op de gimpen. Hij staat.